Goeiedag, voortwijfelers. Ik ben jullie Weerman en Noorderlichtman Ruben Weitjes. Het is vandaag reeds vrijdag 13 december, amper 12 dagen voor kerst. En dat betekent ook dat over 8 dagen onze allereerste rechtstreekse chartervluchten met Voigtwavel naar Lapland zullen vertrekken. Veel onder jullie zullen meer dan waarschijnlijk dus ook al aan het aftellen zijn om de kerstdagen te kunnen gaan doorbrengen daar in het prachtige witte winterwonderland in Lapland. En in deze videoboodschap wil ik jullie graag wat meer vertellen over de sneeuwcondities, de weersverwachtingen, maar ook het noorderlicht daar in Lapland en ook in IJsland. Om te beginnen heb ik eens eventjes gekeken naar de sneeuwhoogtes in Lapland. En dan zien we op heel veel plaatsen toch wel een sneeuwdek tussen de 25 en 35 centimeter. Dat is bijvoorbeeld het geval in Salla, in Luosto, in Kilpisjärvi ook op dit moment. Maar als we ietsjes meer naar het noordoosten trekken, dan zien we regio Sariselka, Inari, iets meer sneeuw liggen. Daar ligt meer dan een halve meter op heel wat plaatsen. En die halve meter en wat meer, die vinden we ook terug uiteraard op de toppen van de Tunturis, bijvoorbeeld ook in Isosjöte. Op dit moment is het niet echt koud in Lapland, zeker niet. De temperatuur bevindt zich zelfs rond het vriespunt. Dat betekent veel bewolking, af en toe wat sneeuw. En ook de komende dagen blijft die temperatuur zo net rond of beneden het vriespunt schommelen. Het is in de aanloop naar de kerst dat waarschijnlijk die temperatuur weer wat naar beneden gaat gaan. Dat er ook weer wat vaker opklaringen verschijnen. Maar de weerkaarten, ja, die laten op dit moment toch niet echt in hun kaarten kijken. We gaan toch nog wel waarschijnlijk grote schommelingen zien in de verwachtingen de komende dagen. Zo zagen we bijvoorbeeld afgelopen dinsdagavond temperaturen rond min 25 op heel veel plaatsen in Lapland. Waar dat dan uiteindelijk op woensdagavond nog amper 0 tot plus 1 graden was. Dus in 24 uur tijd kan het heel snel gaan daar in het hoge noorden. Dus we kijken best niet te ver vooruit. Niet alleen in Lapland ligt er momenteel veel sneeuw, ook op onze nieuwe winterbestemming in het noorden van IJsland is er de voorbije dagen heel veel sneeuw gevallen. Men had daar zelfs te maken met misschien wel de zwaarste sneeuwstorm in minstens 5 jaar tijd. En dat resulteerde in de buurt van Akureyri, Mývatn, toch wel tot een sneeuwhoogte tussen een halve meter tot een meter. En vanwege de wind op sommige plaatsen zelfs sneeuwduinen tot 2 meter hoog. De komende dagen blijft het ook vriezen daar in IJsland. Zoals het er nu naar uitziet, zelfs de komende 10 tot 14 dagen. Met regelmatig wat verse sneeuw erbij. Al komen er verderop vanaf het weekend ook wel wat vaker opklaringen aan te pas. En net als in Lapland betekent het ook dat het dan in IJsland 's nachts heel koud kan worden. Boven zo'n sneeuwdek kan het heel makkelijk richting min 15, min 20 graden gaan. Voor het noorderlicht moeten we de komende tijd vooral in Noord-Noorwegen zijn, omdat daar de breedste opklaringen te verwachten zijn. In Lapland dus veel bewolking en zoals jullie weten speelt het noorderlicht zich boven de bewolking af. Uiteraard kan het verhaal over een weekje totaal anders zijn, maar ja, het noorderlicht laat zich ook heel moeilijk ver vooruit voorspellen, omdat je enerzijds met de zonnewind zit en anderzijds dus met de weersomstandigheden. Uiteraard hou ik jullie, zoals andere jaren, op de hoogte over de ontwikkelingen op korte termijn via de Voigtwavel Noorderlicht app, gratis te downloaden voor alle systemen. En vanaf vandaag wordt deze weer 2 tot 3 per week bijgewerkt. Dus download alvast deze app, zou ik zeggen, dan bent u goed voorbereid om er de beste momenten te kunnen uitpikken om te jagen op het noorderlicht. Hoewel het noorderlicht in principe natuurlijk elke dag aan de hemel zou kunnen verschijnen, als er maar voldoende opklaringen zijn. Zo, tot daar mijn bijdrage voor deze week. Ik zie jullie graag volgende week weer terug voor een nieuwe update vlak voor kerst. Heel graag tot dan. Hey hey! Voigtwavel. Van reizen naar beleven.